En ik wil jullie vragen om ook zo dadelijk één voor één naar voren te komen. Want dan krijgen jullie een tasje met wat herinneringen en ik denk ook wat lekkernijen vanuit onze gemeente Sluis. Af en toe lol hebben met elkaar, dat is ook gewoon erg belangrijk om elkaar wat beter te leren kennen. En wat meer begrip te hebben voor elkaars verschillende standpunten zoals die hier af en toe voorbij komen. Wat zou je willen vertellen tegen de kinderen die ook raadslid willen worden? Dat ze het vooral moeten doen, want als kind dan heb je meer ideeën en dan kan je ook dan help je ook de gemeente zelf, omdat je meer ideeën hebt als kind. Mag ik vragen wat je onder andere samen met anderen hebt bereikt dat jaar als lokale burgemeester? We hebben veel populariteit gekregen. Heel veel mensen zeiden bijvoorbeeld tegen mij, hey, jij bent toch een leuke burgemeester als ik bijvoorbeeld een keer op straat was. En andere kinderen hun stem, dat ze hun stem mogen laten horen. Mijn naam is Bloes. U bent raadslid geweest van de kinderraad. Hoe bent u dat geworden? Nou, dat kwam omdat wij een gastles kregen van Marjan Oosterbrugge bij ons in de klas. En toen leek het me wel leuk om dat te doen. En wat heeft u bereikt als raadslid in die periode van een jaar? We hebben samen een speeltuin bekeken en dan ingestuurd als een ontwerp. En daar hebben we die samen bekeken. En heb je nog dromen voor de nieuwe raad die ze misschien kunnen verwezenlijken in deze streek? Ja, ik hoop dat ze gewoon heel veel plezier krijgen. Heel goed. En tenslotte, wat was het grappigst, spannendst, merkwaardigst van het afgelopen jaar als raadslid? Ik vond de Focalistische Dag heel leuk. Toen gingen we duiven gooien met de burgemeester. We zijn nu aangekomen tot de officiële installatie voor de kinderraad van het komende jaar 2023-2024. Mag ik eerst vragen naar je naam? Eva. Je bent vandaag benoemd als kinderburgemeester. Hoe voelt dat? Heel erg leuk. En hoe ben je dat geworden? Er waren de juf vroeg op school wie er in de kinderraad wou. En ik zou dat wel graag willen. En er waren ook nog een paar andere kinderen die dat wouden. En we deden een soort verkiezingen. En ik had uiteindelijk gewonnen. Dus toen kwam ik in de kinderraad. Gefeliciteerd. En wat betekent dat eigenlijk? Wat houdt dat in, kinderburgemeester? Dan ga je naar speciale gelegenheden en zo. Ik ben Eva Duffelzee, ik ben 11 jaar, zit op de kustschool in Kapzand. Ik vind het heel erg leuk dat ik de nieuwe kinderburgemeester mag zijn. Ik heb er zin in om samen met de nieuwe kinderraad de stem van kinderen zoveel mogelijk te laten horen. Tieme. T-H, Ime? Nee, T-I-E-M-E. Goed zo. Je bent lokale burgemeester geworden. Hoe ben je dat geworden? Nou ja, eerst heb je verkiezingen in de klas. Dat is, dan kan je je vinger opsteken als je graag in de gemeenteraad zou willen komen. Dan ga je thuis een speech bedenken en dan vertel je een paar dagen later die speech. Dan kan de klas stemmen op wie ze vinden dat de mooiste speech had. Dan kom je na de vakantie in een kamer en dan ontmoet je elkaar met de andere leden. Dan ga je een pitch houden. Een kort verhaaltje van een minuut max. Wat wil je kinderen vertellen die misschien ook raadslid willen worden als lokale burgemeester? Nou ja, ik zou ze willen aanraden gewoon iets verzinnen wat echt diep uit je hart komt. En leuk hebben met je vrienden en vriendinnen. En niet te teleurgesteld zijn als je niet kinderburgemeester bent of lokale burgemeester. Of dat je helemaal niet wordt gekozen om in de raad te komen. Je moet gewoon accepteren wat je krijgt. En het is gewoon leuk zoals het is. Oh, yeah.